Goedemiddag of goedenavond, goedemorgen. Leuk dat u kijkt naar dit gesprek met wethouder Anton Tim. Goeiedag. Goeiedag. Ja, het is december, de 12e maand van het jaar. Altijd veel drukte en gezelligheid op de winkelcentra. U bent wethouder ondernemen, portefeuillehouder ondernemen. Maakt u zich in deze decembermaand nu extra zorgen als het gaat om ondernemen en corona? Ja, zeker, want het is toch altijd een maand dat er veel meer wordt gekocht dan dat er normaal wordt gekocht. Dus daar maak ik me inderdaad wel zorgen over. Dat mensen zich wel aan de regels houden. En om dat ook nog maar meteen een keertje te vertellen. Het is ontzettend belangrijk dat mensen zich aan die regels houden. Dat voordat ze boodschappen gaan doen en als ze thuiskomen ook weer even de handen wassen. Uiteraard als ze gaan winkelen dat ze een mondkapje voordoen. Dat ze tijdens het winkelen ook die 1,5 meter afstand in acht nemen. Als ze een supermarkt ingaan, zorg dat je een gedesinfecteerd karretje hebt of mandje hebt. Kijk naar de producten. Zei mijn moeder vroeger altijd al, Anton, kijken doe je met je oogjes, niet met je handen. Dus raak de producten niet aan die je niet in je winkelwagentje wil stoppen. En als je dat allemaal doet, dan zorgen we daarmee dat we het corona echt buiten de deur houden. Ja, en mochten mensen toch klachten hebben, dan toch graag liever thuis blijven. Als je klachten hebt, inderdaad, blijf thuis en laat je testen, zodat je weet waar je aan toe bent. Is dit genoeg of moeten we misschien nog meer doen? Ja, we kunnen altijd meer doen. Hè? Buiten die maatregelen die we nu nemen, ik denk dat het heel erg verstandig is als men nadenkt over wanneer ze boodschappen gaan doen en hoe ze boodschappen gaan doen. Dus probeer drukke tijden te vermijden. En denk goed na over welke boodschappen je nodig hebt voor de kerst, voor oud en nieuw. Er zijn al heel veel producten die zijn echt goed en lang houdbaar. Koop die nu. En alleen de vers producten, koop die op een zo laat mogelijk moment. Maar daarmee zorg je dat je je boodschappen gespreid doet. En maakt ook dat je eigenlijk maar zo kort mogelijk in de winkel hoeft te zijn. Dus gespreid kopen, niet allemaal tegelijk op een gunstig tijdstip. Wat is dan volgens u een goed tijdstip? Ja, dat zal toch ook een beetje afhangen van welke winkel je bezoekt. Maar ik denk dat onze inwoners voldoende bekend zijn met de winkels en wanneer het druk is. Houd een beetje in de gaten. Met z'n allen 's ochtends om 10 uur boodschappen gaan doen is geen goed idee. En met z'n allen 's middags om 5 uur ook niet. Kijk een beetje hoe het is en ga uit van de ervaring die je hebt gedaan en hou gewoon rekening daarmee. Het is een moeilijke tijd voor ondernemers. Kunnen we als inwoners van Krimpen aan IJssel nog iets doen om de middenstand te helpen? Jazeker. De oproep die ik al eerder heb gedaan. Koop lokaal. Uitermate belangrijk. En ook onze lokale ondernemers, als je niet in de winkel wil zijn, heel veel van de ondernemers hebben ook een website. Bestel het dan via de website van de lokale ondernemer en dan koop je op die manier ook nog lokaal. Je kan ook nog, als je dat zou willen, natuurlijk gewoon met een ondernemer, met een winkel bellen en vragen of ze het hebben en of ze het voor je apart willen zetten, dat je ze het dat je de spullen dan op een later moment ophaalt. Maar het belangrijkste is, support die lokale ondernemer en koop lokaal. Bent u hierover ook nog in gesprek met de verschillende ondernemers in Krimpen? Ja. We overleggen met de ondernemers en de winkeliersverenigingen over de maatregelen. En we zorgen dat we in gezamenlijkheid een goede communicatie ook hebben over de maatregelen die genomen moeten worden. En daar trekken we samen in op. Dat doen we door in gezamenlijkheid de regels op te stellen. En wij als gemeente helpen de ondernemers door, als ze dat willen, bijvoorbeeld de hekken voor hun te regelen, dat ze die neer kunnen zetten. Dat mochten de rijen ontstaan voor de winkels, dat die in een goede baan kunnen worden geleid. Dus het is een oproep aan alle inwoners. Nogmaals, hou je aan die regels en aan de ondernemers. Als je hulp nodig hebt, laat het ook weten, want daar zijn wij ook voor om jullie te helpen. Ik neem aan dat het weer een duidelijk verhaal was, wethouder Tim. Dat hoop ik. Hartelijk dank voor uw tijd. En u heeft gekeken naar het gesprek met wethouder Anton Tim naar aanleiding van de alle december inkopen. U ook succes met en fijne feestdagen alvast. Ja, iedereen ook alvast fijne feestdagen. En ik hoop dat iedereen dat in goede gezondheid en gezellig met beperkte hoeveelheid visite en familie op een goede manier kan doorbrengen. Dank u wel. Dank u wel.